Oud-FC Groningen-spelers Tony van Leeuwen en Martin Koeman en zijn twee zoons Erwin en Ronald krijgen een naar hen vernoemde tribune in het Euroborgstadion. Dat is zondag bekendgemaakt. De tribune aan de zuidkant zal de Koeman-tribune worden. De Noordtribune wordt vernoemd naar Tony van Leeuwen. FC Groningen-veteraan Piet Fransen mocht al eerder zijn naam aan de Oosttribune verbinden. Hij is trots dat hij die eer mag delen met deze voetbalicone. In de eerste plaats, toen ik de mededeling kreeg dat ik die tribune zou krijgen, is mij ook direct gezegd, of ik heb het zelf gezegd, van nee, hoop ik in godsnaam dat Tony weer terugkomt in de Euroborg en de familie Koemannetjes. Want wat betekende zij voor u persoonlijk? Nou, Tom was gewoon een fantastische vriend van mij en een wereldkeeper. En Martin heeft dus gewoon de jaren gewoon bij mij altijd in het elftal gespeeld. En gelukkig, nu we deze tribune zijn benoemd, hebben we alle drie in het team gespeeld samen. Dus kan niet mooier. De namen zijn gekozen dankzij verkiezingen onder de FC Groningen fans. Daarin werd het meest gestemd op de gebroeders Koeman en Van Leeuwen. Voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, John Schuurer, is het eens met de supporters. In eerste plaats Koeman. Je hebt Martin, Erwin en Ronald. Maar vooral Martin Koeman, dat is een clubicoon die al, nou, die is er geboren volgens mij, zo langzamerhand. En die heeft de hele jeugdopleiding heeft die opgezet. En die is begonnen toen destijds gewoon op een parkeerplaats. Want er was helemaal geen ruimte, er was geen geld, helemaal niks. En als je dan kijkt wat er nou is aan jeugdopleiding, hoe dat allemaal gaat, dan heeft die man dat gewoon verdiend. Tony van Leeuwen was iemand die kwam uit Rotterdam, Sparta Rotterdam. Die kwam toen hier voetballen. En die heeft ook tegen het Nederlands elftal, of zelfs in het Nederlands elftal gevoetbald. Maar hij was echt een clubman. Het is nog niet bekend wanneer de tribunes officieel in gebruik genomen gaan worden.